Ik ben Eddie Terstal, ik ben 47 jaar, ik ben filmmaker. Sinds een aantal jaar help ik het studentenbestuur van de Veerstichting met het organiseren van het symposium door het jaar heen. Dat is voor mij ook heel erg leerzaam, want je blijft altijd leren, je blijft altijd student en je blijft altijd van elkaar leren. En bij de Veerstichting denk ik aan gelijkwaardigheid. Het bijzondere is dat mensen die een spoor hebben verdiend in de maatschappij met jonge mensen kunnen interacten, zeg maar, op basis van een thema. En dat is wel heel handig, want je komt vrij snel tot iets inhoudelijks. En ja, je kan de social talk op zo'n dag van het symposium kan je overslaan. De Veerstichting, dat is eigenlijk een verzamelplek voor denkend, doordenkend en lerend Nederland in allerlei opzichten. Daarvoor zou je er eigenlijk bij moeten zijn. Je kan het doen door een alternatieve opdracht te doen of een essay. Informatie erover staat op de site van de Veerstichting.